problemen. Maar weet je nog die keer? Die ene keer dat hij zomaar was weggegaan zonder een woord te zeggen. Ik zei tegen vader, je pakt die klootzak zijn spullen en die zet je voor hem klaar bij de voordeur. En je neemt al die klote boeken waar hij zo dol op is. En dan maak je een grote stapel van in de voortuin en dan hop, de fik erin. En als een paparas, alles op één grote hoop. Je gaat niet iemand zijn boeken in brand steken. Hou jij nou toch eens op, zit mij niet de hele tijd tegen te spreken. Die boeken hebben niks gedaan, zijn bezittingen zijn niet verantwoordelijk. Ze heeft het uiteindelijk niet gedaan, dus maakt nou ook niet uit. Nee, natuurlijk heeft ze het niet gedaan. Nou, ik kan jou wel zeggen, Charlie Aiken, als jij het ooit in je hoofd mocht halen om zomaar weg te lopen, dan kan je erop rekenen. Ik ga nergens heen. Nee, maar als je het wel zou doen, krijg je van mij 3 dagen om je verstand weer bij elkaar te rapen en dan gaat hop, alles in lichte laag. Ik ga helemaal nergens heen. Nee, maar als je het van plan mocht zijn. Ik ben het niet van plan. Niet dat Charlie ergens boeken heeft hoor. Ik geloof dat ik in mijn hele leven Charlie 1 keer nog nooit met een boek heb gezien. Is dat bedoeld als kritiek? Heb jij daar last van? Nee, maar het is toch zo? Wat is bijvoorbeeld het laatste boek wat je hebt gelezen? Ja, godsamme. Nou, zeg dan. Wat is het laatste boek dat jij hebt gelezen? Beverly was docent. Ja, docenten lezen boeken. Ik ben stofferer. Iemand die stofferer is. Ja, dus hij kan me niet zeggen wat het laatste boek is dat jij hebt gelezen. Die meid, die maakt zich zorgen om haar vader. Ja? Die hoeft hier niet te zitten luisteren naar. Ik denk dat wij ons allemaal zorgen maken om Beverly. Ja, waarom zit je dan zo op mij af te geven? Nou ja, hij is toen toch ook weer teruggekomen, weet je nog? En toen hebben ze het weer goed gemaakt. En nou komt hij ook terug, weet ik zeker. Ik denk dat deze keer anders is. Ja, dat denk ik ook. Waarom? Nou, omdat ze toen... Nee, ja, ik heb het niet tegen jou. Waarom denk je dat het deze keer anders is? Omdat ze toen nog hun best deden. Nou, dat is precies wat ik wou zeggen.